Oh mensen, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Theeleuten met Vincent. Er is een nieuw smaakje uitgekomen op de markt, in de winkels. En het heet namelijk aanmaaksiroop thee. Het is eigenlijk gelijk te drinken, heel lekker. Lekkere thee, dames en heren. Welkom bij een nieuwe Theeleut aflevering van mijn kanaal, Da Vinci Do Games. Het voordeel van zulke thee is dat je het gelijk kan drinken. Dat is heel fijn. Mensen. Wat is het weer een chaotische week geworden voor mij. Dus, ik heb er dingetjes opgeschreven waar ik het over ga hebben. Ten eerste, prepperkanaal. We weten niks. BNN en films. Ja, het is een beetje algemeen. We gaan altijd elke week op maandag dingetjes met jullie bespreken. En we gaan meestal de week doornemen wat er is gebeurd de afgelopen week. En zoals jullie vorige week hebben gehoord van mij tijdens een Theeleut aflevering die iets later kwam en nu ook weer iets later komt. Omdat ik hem vergat op te nemen. Ik dacht, shit, ik ben vergeten. Ik was bij BNN. Ik heb trouwens wat leuks. Kijk, ik heb een heel leuke BNN hand. Nou ja, ik kan helaas geen high five geven tegen het team van BNN. Ik had een video gemaakt en helaas ben ik niet door. Maar niet getreurd, want er was positief op gereageerd. Ze vonden mijn camera beelden echt super strak en heel netjes gedaan. Maar ze hadden heel veel cameramannen, hadden ze al bij BNN, zei ze. En ze zochten ook iemand voor regie. Eigenlijk liever voor regie dan voor cameraman. En het liefst natuurlijk beide. En ik had zoiets van, ik wil alleen camera doen. Dus echt cameraman. En ze hebben gezegd dat ze... Ja, hoe noem je dat? Mijn camerakunsten vonden ze heel professioneel en heel positief. En ze zeiden van, ja, ik ga je naam onthouden. Ik weet niet in welke zin of ze dat tegen iedereen zeggen. Ze meende het ook. Want ze vonden het echt wel heel strak, de beelden. En ze vonden het echt super gaaf om te zien. En ze zei ook van, je moet niet negatief weggaan. Want je hebt zeker iets moois neergezet. En ja, daar ben ik eigenlijk best blij om. En ik ging eigenlijk met op zich wel een gerust hart naar huis. En iemand voor mij, die ook kandidaat was, die zich al aangemeld, die voor mij was net, die was door. Die zegt zo, ja, ik ben door. En toen moest hij een trap omhoog en dan ging hij een niveau hoger. En volgens mij kwam je dan uiteindelijk helemaal bovenaan uit, want het was een soort van, een aantal etages, hè. Maar het was ontzettend leuk en de ervaring was leuk en ik zag een oud klasgenootje. En ja, het was gewoon super gaaf om een keer mee te maken. De BNN Talent Day 2014 en waarom niet? Ik ga volgend jaar gewoon weer meedoen. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Want ja, wie niet waagt, wie niet wint. En niet geschoten is altijd mis. Dat zeg ik altijd. En ja, je moet ook positief blijven met zoiets. Ik bedoel, er zijn mensen die scheldend naar buiten komen. God, dit, en ik heb het niet gehaald en ik heb mijn best gedaan. Maar als je weet, je moet er ook tegen kunnen. Je verwacht niet dat je doorgaat. Eigenlijk wel. Ja, je hoopt dat je doorgaat, maar dat gebeurt niet. Ja. Dus ja, helaas ben ik niet door. Maar ja, dat kon ik verwachten. En ja, ik ben heel tevreden met het videootje. En zeker tevreden dat het in zo'n korte tijd is geschoten. Is echt heel gaaf. En zo heb je toch een klein projectje voor jezelf gemaakt. Het volgende is dat ik een paar films heb gekocht. Omdat de Blokker weer wat aanbiedingen had. Yeah! Ja, ben ik te lui om naar de Blokker zelf te gaan. Ze hebben gezegd van in het blaadje van de blok stond van bestel ze via de webshop. Dat is beter. Dus ik heb wat films besteld. En ik wou ze laten zien aan jullie. Ja, nou ja, dat is een Theeleut aflevering. Dus we kunnen lekker lullen. We kunnen lekker onzin doen. Watchmen. Een film over superhelden, waarin dus de Watchmen, de mensen die waken over de mensen, wat was het ook alweer? Ik had het vanmiddag gelezen en dan moet ik het uit mijn hoofd gaan doen. En nou waakt er iemand over de Watchmen, want namelijk Comedian is vermoord. En Comedian is dan iemand van de Watchmen groep, van de superhelden. En nu gaan ze op onderzoek uit wie Comedian heeft vermoord. Wauw. Nou, mannenharten. Ik hou wel van Nederlandse comedies. Romantische comedies vind ik ook wel aardig. En ik denk dat Mannenhart wel leuk is. Ik weet het niet. Ik ken hem niet. Terminator. Beter dan de... Ik vind eigenlijk de beste Terminator die er is gemaakt. Deel 2. Ik had deel 1 ooit gekocht. En deel 2 had ik nog niet. Dus vandaar die beslissing. Nou. Heel toevallig. Ik heb Smurf 1 ook liggen. En ik had zoiets van... Ik moest even kijken. Heb ik hem wel liggen daar? Ja, hij staat daar. Ik zie hem. Smurf 2.
Als je één hebt, moet je twee ook hebben. Ja, logisch. Dat is, zo iemand ben ik wel, hoor. Casino Royale, dat is een film die ik nog niet heb gezien. Schande, hè? Oh, 007, het is wat. En deze lijkt me heel gaaf, omdat ik Metallica-fan ben. Een concert en een film in één. Wat staat hier eigenlijk? Een speelfilm? Een film? Ja, of concertfilm? Het is een concertfilm. Ja. Dus ik ben heel... True the Never, ik ben heel benieuwd. In 3D. Dus, ja, best wel apart, denk ik. Ik weet niet, hoe lang duurt het eigenlijk, die film? Want ja, een concert duurt meestal heel lang. 95 minuten. Oh, dat valt hem best mee. Apart, ik ben benieuwd. Dus deze films heb ik gekocht. Het was iets van 30 euro of zo, valt mij mee. Dus dan weten jullie dat. En het volgende ding waar ik over wil praten is nog even heel kort. Pretparkkanaal. Ik ga mijn kanaal waarschijnlijk omzetten naar wat meer pretpark video's. Dus wat meer rollercoaster games. Ik ga wat meer focussen op No Limits en die dingetjes. Dus laat me weten wat jullie ervan vinden in de comments. Of je het leuk vindt als ik wat meer ga focussen op de pretpark. Maar dat doe ik eigenlijk al. Maar dan in 2015 wil ik dat nog meer gaan doen. Dus zeker weten, plaats een comment. En dan wil ik ook af en toe een pretpark uitje maken. Wat ik eigenlijk elk jaar doe. Maar dan wat meer video's maken voor het kanaal. Dus zeker weten, laat het nogmaals weten in de comments. Vergeet de video niet te liken, alsjeblieft. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik je volgende week terug met een nieuwe Taylor video. Doei doeg!